Mijn pa belde me net wakker. We lagen nog. Tenminste, ik lag nog te slapen. Maar het is vandaag woensdag 26 augustus. Wat betekent dat het mijn verjaardag is. Yay! 22 vandaag, jongens. Oh. Het is geen lekker weer vandaag, want het is echt heel hard aan het waaien. Maar echt heel hard. Dat is gewoon jammer. Maar goed, we gaan toch vandaag naar huis toe. Ja, we zijn echt rond een uur of half acht pas gaan slapen. Tenminste, ik hè. Ik weet niet hoe laat. Hoe lang ben jij geslapen? Weet ik veel was het. Toen we de lichtuitdeed. Het was half 12. Dat was half 12, ja. Oh, dat valt wel mee. En we zijn nu wakker. Het is, volgens mij is het bijna 7 uur of precies 7 uur. Het is 1 over 7. Onze wekker stond half 8, maar helaas. Mijn pa was eerder dan dat de wekker ging. Maar goed, maar niet uit. Het is wel leuk. Oh, ik ben om... half 5 wakker geworden. En toen was ik echt wel klaar wakker. Want ik dacht, nee, ik wil nog even slapen. Dus toen heb ik nog een keer melatonine ingenomen om te slapen. En dat is wel goed gegaan. En nu ben ik wakker. Dus ja. Nee, het waren echt hard vannacht, jongens. Jeetje mina. Maar goed, we gaan er zo lekker uit. Even ontbijten. En ja, we zien het daarna wel. Goed. Inmiddels lekker getoucht, aangekleed, make-upje op. Ik ga gelijk even... Ik heb ook nog het allemaal goed. Even. Lipje opdoen. Vind je het jammer om weer naar huis te gaan? Ja. Ik ook hoor. Misschien waren er nog een leuke steden nog iets voorbij Brussel. Misschien Brussel meer. Dat is waar. Je weet het niet. Je weet het inderdaad niet. Ja, uiteindelijk had ik het misschien wel geweten. Maar... Heb ik niet gedaan. Maar goed, ik heb hier een cadeautje liggen en dat is van Natuska. Dus die ga ik nu uitpakken. Ik ben trouwens vanmorgen al gebeld door de halve wereld. Superleuk. Dan moet ik mij nu openmaken. Oh, dan heb ik al 2 dagen. Grote plakketjes. Bijna met de duct. Ik kan harder doen met duct tape inpakken. Oh, dat is cute. Zo leuk. Ja, sowieso weet... gelijk mijn make-up tas. Oh, die is leuk. Nee, ik weet dat je van tassen houdt, hè. Oh, die is echt leuk. Oh, die ga ik sowieso gebruiken. Dank je. Vaak zijn het echt van die stranddingen, maar dat is gewoon super chill om ook gewoon mee te nemen als je weggaat. Ja. Daar heb je zo'n makkelijke sluiting, hè. Leuk, man. Ideaal. Nee. Cute. Die kleurtjes zijn ook zo schattig. Ik wist dat het ging! Ik wist wel dat je het leuk zou vinden. Ah, dat is echt leuk. Ik kom altijd met de altijd tasjes, sieraden, hoesjes, kleding, alles. Ik ben echt niet moeder. Ik vind alles leuk. Super leuk! Cute. Die is helemaal cute. Die is ook een beetje aanbazend. Ja, ik vond het wel jammer dat ze die, ik had zo'n leuke enkels armband, maar die waren er niet meer, man. Maar ook leuke enkels armband. Dat is ook echt leuk. Met de beeldels, met de beeldeltjes erop, maar die waren er niet meer. Dat is ook leuk. Ik vond het zo jammer. Cute! Wat gaan we eigenlijk met die ballonnen doen? Gewoon... Nee.
Dat is een hele hotel wakker. Daar is het. Die even hier. Die gaan we zo meteen maar even vullen met water of iets of zo. En dan gaan we nog even de stad in. Is hij toch om de hoek? Dus dat is top. Wacht, laat me die rietje ook hier houden. Of laat me die meenemen. Laat me die even hier houden. Stop even hier. Hoppakee. Zo, voilà. Dit past er weer niet onder natuurlijk. Dat is anders. Moet ik iets hoger. Zo. Hoppatee, dan jas aan. Voor de rest alles ingepakt, dus we gaan... Oh wacht, ik ga trouwens even mijn outfit laten zien voordat ik mijn jas aantrek. Dat is wel leuk. Anders vergeten we dat, jongens. Dat is ook niet de bedoeling. Kijk, ik heb dus vandaag aan dit nieuwe shirtje. Die heb ik gisteren hier bij de Pri gekocht. En er staat op All About Me. Dat is wel leuk voor mijn verjaardag. Een zwarte legging. En deze schoenen heb ik gisteren ook bij de Pri gekocht. Nee, ik ga nu weg. Deze. En dan een make-upje. Niet zo heel veel make-up eigenlijk vandaag. Oh, ik heb mijn wenkbrauwen helemaal niet gedaan. Moet ik even doen. Goed, we zijn nu echt klaar. We gaan voor de laatste keer even de stad in. En dan gaan we daarna de spullen hier ophalen. En zitten ze allemaal op. Dan strip jij voorbij. Maar we gaan nog even kijken of we hier nog iets leuks kunnen doen. Goed, het is nog hartstikke rustig hier nu. Dus dat geeft mij echt wel een gelegenheid om nu nog even te vloggen voordat het straks hier super druk is. Maar dit is dus de winkelstraat waar wij dus liepen. Die zit hier echt precies hier naast in het hotel. En hier zit de winkelstraat. Super lang, helemaal tot achteraan loopt hij door. Dus dat is wel, wel chill. Maar ja, het heeft wel wat. Iedereen wordt kijkt hier ook aan, want volgens mij is hij helemaal niet zo normaal dat vloggen. En oeh, duif in het hoofd. Dus ja, dat is eigenlijk wel een gek en grappig ding. De Pri is daarentegen wel open, maar er zijn we al 3-4 keer geweest. Dus dat heeft nu niet zoveel zin meer. Maar Tuska begint steeds langzamer te lopen. Die heeft echt een beetje pijn aan de voeten en aan de benen. Ik voel me nog redelijk. Ik heb trouwens bij de JD heb ik, of die Snipe Store verderop, heb ik All-Stars gezien. Of met allerlei kleurtjes of zwart wit gemeleerde. Dus ik wil even kijken of ze die hebben. Die waren €40. En ik heb die in Nederland nog nooit gezien. Dus misschien dat ik die nog wel ga halen voor weer teruggaan. We moeten nou toch wel showen, dus iets meer of minder maakt me ook niet zo uit. Oh jongens, goed. Het is zover. We gaan vertrekken. Alles ingepakt en wel. Lukt dat bij jou? Of moet ik de tas daar nemen? Nee, ja, koffer. Ja, koffer schoten. Gaan kijken hoe... Ja, jongens. Wat gaan we? Zal ik eerst gaan? Badkamer is ook helemaal leeg. Daar gaat ie. Daar gaan we. Hoep, hoep. Daar gaan we, jongens. 315. Het zit erop. Nu nog gauw naar de... Daar zo. Gauw naar de trein. Koffie halen. En dan zit het er echt allemaal op. Oké, goed. Er is hier super veel herrie, want we zitten hier midden op het treinstation. We hebben Belgische chocolade gehaald voor €30. Maar één keer of nooit. We hebben koffie gehaald en we gaan zo meteen 2 uur terug naar huis. Helaas, het is voorbij, het is over. Maar het was wel heel leuk. Echt heel erg leuk. Nou jongens, de trein vertrekt net. Daar gaan we. Op terug naar huis. Helaas, het zit er allemaal weer op. Maar we hebben wel een leuke dag gehad, toch? We hebben echt heel veel gezien, echt bijna alles gezien. Ik heb daarentegen idioot veel geshopt. Dat is niet helemaal de bedoeling, maar ja, weet je, we zijn er maar 1 keer, dus het was wel heel erg leuk. We hebben nu trouwens allebei een Starbucks koffie gehaald. En op naar huis, naar ramen. Goed, en we zijn weer thuis. Ik heb even gewoon mijn koffer boven gedumpt en alles
Alle dingen die ik er heb gehaald als souvenirs, die liggen nog wel beneden. Omdat ik die straks nog even wil laten zien aan mijn vader, want die is nog niet thuis. Maar we zijn dus weer thuis, jongens. Het zit er nu echt helemaal op. De 3 dagen België zijn voorbij. Ik heb het echt super naar mijn zin gehad. Maar de dag vandaag is nog niet voorbij. Namelijk, we hebben nog een hele avond te gaan. Want ik ben natuurlijk gewoon jarig vandaag. Ik heb trouwens nog schoenen gekocht voor we weggingen in Brussel. Deze. Dat zijn Adidas schoenen. Ze lopen super lekker. En het zijn zwarte schoenen. Ik heb eigenlijk helemaal geen donkere schoenen. En dit zijn dus hele zwarte schoenen. Ik dacht, het is best wat anders. Ze waren afgeprijsd. In Nederland verkopen ze ze niet. Dus ik dacht, die ga ik meenemen. En voor de rest ben ik even buiten adem van het showen en doen en al. Maar het is, mijn kamer is nu 1 rommel. Maar ik ga lekker een kopje thee drinken met mijn moeder en met Natuska. Want die blijft hier nog de hele middag / avond. En die brengen we vanavond lekker naar huis toe. Dus het was een welgeslaagde dag. Maar de dag is vandaag nog niet om. Dus ik ga mijn laptop even pakken en ik ga alvast de beelden bekijken die jullie gisteren en eergisteren hebben gezien. Want ik weet nog niet of daar wat leuks bij zit. Zal vast wel.